Paul Ricard, we zijn hier voor de derde ronde van de Blancpain Endurance Series. Ja, ik heb het sinds vorig jaar heel anders aangepakt. Ik heb gezegd, ik wil dichter bij het team zijn, dichter bij het evenement. Ik ga reizen in een camper en dat doe ik met alle plezier. Ja, dit soort tripjes zijn er wat langer, die zijn 12 uur. Ja, voor de rest is het gewoon heel gaaf om onderweg te zijn in die camper. Ja, dan start eigenlijk mijn weekend al en dat zorgt er ook wel een beetje voor dat je al meteen in die modus komt. En daarnaast ja, heb je gewoon ook veel lol in zo'n auto. Ik moet zeggen, de respons eigenlijk al dat ik in een camper aankom en lach hier de bril het spier op komt draaien. Ze zien de lol er wel van in. Ja, ik vind het ook leuk om lekker te barbecuen en ja, dat zorgt er ook voor dat de weekenden gewoon heel anders zijn voor mij. Om een beetje fit te blijven en een beetje actief ook, is het wel lekker om gewoon een racefiets te hebben. Ja, dan ga ik s'avonds van lekker een rondje fietsen en dat zorgt ervoor wel dat je de spanning uit je lichaam haalt. En dan kan je ook lekker slapen. Op de eerste dag heb je eigenlijk een vrije training. Het is een vrije training van 1,5 uur. Klinkt lang, maar je moet het wel verdelen over 3 rijders. Paul Ricard is bijvoorbeeld een circuit van 2 minuten. 2 minuten, dat is in 1,5 uur, als je dat per rijder neemt, nou, niet veel rondjes. Je moet namelijk ook nog de pits inrijden, pits dat uitrijden. Dus eigenlijk zorgt dat ervoor dat de vrije training vrij beperkt is. Data doornemen, video's doornemen, strategieën doornemen. Wat je weer kan helpen op de volgende dag. Kwalificatie en vervolgens heb je eigenlijk niks meer te doen. We hebben alles besproken, we weten wat we doen in de race. En wij hebben ervoor besloten om te zeggen, oké, elke rijder pak gewoon 2 uur achter elkaar. Zit je lekker in je ritme. Bij ons ligt dat heel goed in het team, in auto nummer 85. Ja. En dan kunnen we lekker vlammen. They're at the starting grid. Are you ready for the race? You start, of course. Yeah, I hope so. Yeah, I hope we're ready. You're ready? Yeah, I'm ready. I'm hoping that Clemen has done a really good job and moves us forward, so yeah. I can carry on where he leaves off. Indy staat naast me, dus we gaan wheelbang at de eerste bocht in.
hebben goed gebruik gemaakt van de safety car situaties. We hadden goede stops, we gingen goed naar voren. Op een gegeven moment lagen we 11e. Ja, vervolgens kreeg Luciano een lekker band. Dit zorgde ervoor dat we helemaal uit ons ritme kwamen in stops. Geen tijden rijden. Toen kreeg ik weer een oud zekje erop. Nou, alles vibreerde al en op een gegeven moment zag ik rook vanuit de achterkant van de auto. Onderdelen zag ik vliegen, dus ik denk, ik kom er gewoon naar binnen. Dus ja, het is gewoon jammer. Gewoon doodzonde.